mens af met naar Rico en de jeugdprinsen van de talenten en de linden. Jullie kunnen afstappen, kom naar beneden en sla je slag. En dat kunnen ook heel goed gebruiken. Heel mooi gemaakt. En ik zag normaal gesproken heel veel plezier de rest van de optocht, maar die is tegenwoordig niet zo lang meer. Althans, vandaag niet. Vandaag is hij wat ingekort. Vandaag lukt hij maar voor de kerk. En dan is de optocht afgerond. Joy van Ierveld. Ja. Deze vrouwke Rut van Water. De hondjes blinken aan alle kanten. Ja, klopt. En als je goed gaat kijken in de details, we zijn al langs geweest. Het is heel leuk gemaakt, heel goed verzonnen. Joy heeft het allemaal zelf verzonnen. Ze hebben wel van de papa's en mama's wat hulp gehad. Dus ze zegt gewoon van, joh, mijn idee is gewoon om een hondenwasstraat. We deze steunen. Ja, dat is de complimenten voor de teams en daarna weer al gehad. Maar nu krijg je het nog een keer. Super leuk gemaakt. Hier komen de volgende deel in de sfeer aan. Ver over de topjes. Het glitter en glamour. Dat kun je goed zien, hè? Glitter en glamour, goud en zilver. Maar zo te zien, hebben ze nog wel wat extra's waar ze niks mee kunnen. Ze hebben nog een flesje bij waar ze nog wat uit kunnen drinken. Maar het zijn echte over de topjes. Het is jammer dat ze niet aan het milieu denken, maar het hoort bij de act. Dat denk ik ook, want zoals je ziet komt daar duur onbekend al aan. Ja, met deze keer geen glitter en glamour. Nee. Voor de moeders geen glitter en glamour, maar een volle vuilnisemmer. Voor spek en bonen. Karken. We kunnen het niet laten. Nee. Heel goed dat je er weer bij bent, hè. Elk jaar is er een genot om jullie hier in deze optocht voorbij te zien komen. Als je het goed hebt, komen hier de kluskaaiers BV aan. Het blinkt in onze carwash. Ja, washing 11. Washing 11. Het blinkt aan alle kanten. De glazen spoelen, confetti vrijmaken. Bierluchtverwijderen zie ik ook nog tussen staan. En een zottekensglaas. Nou, dat moet goed komen, hè. Wat zullen de wagentjes blinken? Oh. Ja, daar gaan de wagentjes door de wasstraat. Ja,
zal het schoon worden? Wat zal het blinken? Zelfs de mensen uit de kant die worden verblijd met een wasbeurtje. Helemaal leuk gemaakt. Dankjewel dat jullie meedoen aan deze optocht. Het blinkt in onze carwash. Komen Eline en Anouk, de zakkenrollers. Dus let goed op het portemonnee, dames en heren. Ja, want die buit zal wel aan alle kanten blinken, hè. Want als dat de zakkenrollers zijn, dan hebben ze best wel wat meegenomen, zo te zien. Als ik dat zo zie in die zak, dan zit er al heel veel blinkende dingetjes in. Ook voor jullie. Bedankt dat jullie meedoen met deze optocht. Hier zijn Noah, Kim, Christa en Femke. Met de Girls Check dient het nog meer. Ja, leuk hè. Even een dobbelsteen gooien. Wat gaat het worden? Ze worden een beetje bijgepunt. Het was ook wel nodig. Dat zeg ik, niet meer. Ik ontken niks. Hier in de Lamborghini. Ja, daarom. Sepp, Gijs, Kas, Sophie en Mout. De gastvrije goudzoekers op zoek naar alles wat blinkt. Ja, die hebben gisteren met de kinderoptocht ook al meegedaan. En toen heb ik ook al gezegd, ja, de Lamborghini. Ik vind hem heel leuk verzonnen en heel goed uitgevoerd. Dus ook voor deze de complimenten van Prins en Nacht. Dat jullie dit zo mooi gemaakt hebben. En we zijn heel blij dat jullie meedoen met deze optocht. Zijn Brechtje en Mout. Anna en Elsa blinken aan alle kanten. Ze hebben ook nog Olaf meegenomen. Ja, die hebben haar eigen Olaf en haar eigen kasteel bij. Nou, hoe goed is dat? Hoe mooi is dat? Als je gewoon je eigen kasteeltje mee kan nemen en je eigen Olaf. Heel leuk gemaakt en heel blij dat jullie ook meedoen aan deze optocht. Het is echt fantastisch. Na het kasteeltje komt Melissa, Renske en Mout, de tandenveetjes, laten het al 60 jaar blinken aan alle kanten. Ja, dat is ook heel leuk verzonnen, hè? Ik vond dat een hele leuke inslag van het motto, heel goed bedacht. En ik heb ze gisteren ook gezien en toen zei ik ook al dat het heel leuk gemaakt was. Heel origineel. En toch zeker echt onze voorzitter aan het poetsen gaat krijgen. Ik denk dat er iets is wat ze thuis nog niet voor elkaar hebben. Kijk. Mooi, Jana, Lucas, Stijn, Koen.
vandaag ook nog een snoepje. Ja, heel leuk. Ik zei gisteren al, heel leuk gemaakt. Ook weer de eigen inslag van het motto. Het motto van alle kanten, link van alle kanten. Alle kanten kunnen mee op. En dit is weer een van de leukere. Dan denk je bij jezelf, hoe kom erop? Stikleuk. Bedankt dat jullie op kunnen leven met deze optocht. En dan komen de volgende alweer aan. Dat zijn Estelle, Amy, Roos en Amber. Hoe later de tandjes blinken. Kijk, het blinkt aan alle kanten. Ook hier weer mooie borsteltjes, tandenborsteltjes. Oeh. Oh, dat gaat goed komen. Even spoelen. Even goed kijken. En wat confetti eroverheen, dan komt het altijd goed. Met confetti eroverheen kun je heel veel goed maken. En dan komen onze pechvogels van gisteren. Joella en Alicia van Halteren. Met ons maakmachientje, wat oude stoffen en garen, weten wij ook voor u een outfit dat niet aan alle kanten te klaren. Ja, ik heb gisteren al gezegd, was het echt een leuk gemaakt, heel goed gedaan. Ze hebben gisteren heel veel pech gehad. Maar dat bleek wat extra, ze hadden alleen nog aan de kant. Hoewel Gerard knieken al ondertussen. Maar heel leuk gemaakt, heel erg bedankt en jullie ook mee met deze optocht. Kijk, de volgende weer. Hier zijn deze hele vinkjes, dus alle lente in de armen van de tandartsassistenten. Ja, en dat is hem. Soms moet je grote zus gewoon helpen met Timo. Ja. Oh. Kijk, het is weer, het heeft toch bij de jeugd goed gedaan dat ze allemaal goed op de tandjes gaan letten. Want het is alweer eentje die een grote uitvoering is van het motto waar we tot nu toe allemaal een paar keer gezien hebben. En het blinkt aan alle kanten. Ik denk dat onze tandarts hier ook niet heel veel te doen heeft. Want als het de kinders zo op de tuintjes passen, nou, dat kan alleen maar goed zijn, hè. Zoals er opgevallen is, waren dit alle kinderen van de optocht. Hierna komen de volwassenen. En daarna zullen de wagens met misschien nog een paar volwassenen goed de tussenrol maken. Ja. Ik kan wel zeggen, ik ben stiktrots als prins van het vasteland op Zonderland dat we de jeugd zo aan het bouwen hebben. Dat de jeugd zo goed meedoet met de optochten. Vooral met de kinderoptochten en nou hier met de grote optocht. Wij mogen heel, heel erg trots zijn en in onze handjes klappen met zoveel leuke jeugd die meedoet aan de optocht. Hier komt Wijkstoof. Ja, Wijkstoof, altijd de vaste waarde. Doen al jaren mee. Stikblij met deze groep. Ben er vorige week of deze week. Ja, begin deze week ben ik er nog geweest. Toen waren er nog wat kleine uitdagingen zo links en rechts. Maar zo te zien is alles goed gekomen. Want het werkt allemaal. Yeah.
over omdat we de reparatiewerkzaamheden van de week nog nodig waren. Alles kan kapot! Maar ook van jullie, heel erg blij dat jullie meedoen met deze optocht. Helemaal super, dankjewel! De glitterbolletjes, blinken op de dansvloer. Ja, het blinkt aan alle kanten. En de glitterbolletjes, we zijn er geweest, ik ben er nog geweest. En er zit heel veel werk in dat glitterbolletje. Er zitten onderaan 100 van die velletjes in om zo'n glitterbolletje van elkaar te draaien. Ze moesten nog wel vervanging hebben, want we trokken iemand hierdoor uit de glitterbolletjes eigenlijk, die nu hier ook op de wagen staat. We hebben iemand uit de jeugdraad die eigenlijk mee zou doen met de glitterbolletjes. Silent Disco. En de glitterbolletjes dikke lol in een disco bol. Dus mocht er uit het publiek gehaald worden, net als daarnet, de Silent Disco heeft toch de toekomst, zeggen ze. Ik denk dat Christian Tadje heeft geoefend. Het zou zomaar kunnen. Nou, je zult het niet geloven, maar toen zat ik daar was, toen zat hij op zijn gemak in de bank met de voetjes omhoog. En dat is toch eigenlijk niet zoals we hem kennen. En de volgende zijn wel heel goed volgens mij. Dat is nummertje 13. Ja. Het laatste minuutje. Ja. Het blind en het miskaat. Ja. Ik heb daar straks aan gezegd van joh, als dat jullie ramen zo goed schoon kunnen maken, dan zou ik dat bij ons ook nog wel willen hebben. Want echt, je kunt er zo goed doorheen kijken op dit moment. En dan gaan ze nog aan beginnen. Nee, ik kan niet doen maar zo. En die gordijnen niet heen. Veel schoner krijg je het niet, joh. Wil ik dat weten dan? Kijk, een blind al wiskaten. Heel leuk. Hoppakee. Ja. En ook bij jullie, we zijn heel erg blij dat jullie weer meedoen aan deze optocht. En dan hebben we er een paar. Kijk, en als we goed zien, dan zijn het wel een paar bekenden. En er is er zelfs eentje bij die volgens mij voor de 22e keer meedoet aan deze optocht. Die is aan de optochten. 22 optochten heeft iedere keer al gelopen. En die zegt dat is een groot applaus waard. Ja! Yeah. Wat zou er ook nog dit vastenavond zonder laat zijn zonder Ineke? Zo is dat. En ze heeft even steeds de motivatie om nog 22 jaar aan vol te maken. Ik ga ervan uit dat ze minimaal nog een jaar of 11 nog vol houdt inderdaad. Ik heb 22. Om te beginnen 11 tegelijk pakken is een mooi getal, hè. Oh. Wow.
blinkt aan alle kanten. Jullie nemen ze mee. Die extras nemen alles wat blinkt mee. Maar ik hoop dat ze nog iets achterlaten. Maar in ieder geval heel erg bedankt dat jullie ook bij deelnemen aan deze optocht. En er komt eerst een grote wagen aan. Juist, dat is nummer 2. Trek het niet wit. Een ratje toe met veel kleuren. Ja, klopt. Het is een beetje een ratje toe. Veel ratjes erop. Ze hebben allemaal wel gouden taartjes meegekregen. En je ziet ze erop. Wat blinkt je. Het blinkt ook aan alle kanten. En het is weer een heel leuke interpretatie. En ik dank jullie sowieso ook weer voor deze deelname aan deze optocht. Het ziet er allemaal wel simpel uit. We hadden ergens iets, maar zo makkelijk is het niet. Het is helemaal verbouwd, het is helemaal op andere plekken weggezet. Dus het is niet zomaar even wat oppakken en er iets mee gaan rijden. Zo werkt het niet. Maar in ieder geval, ik zeg al, heel erg bedankt dat je ook mee bleef aan deze optocht. Ja, goed. De groep met de wagen daarachter die u ziet aankomen, dat is nummertje 3. Dat is Mike Puitenvangers. Gangsters blinken van alle kanten. Altijd de vaste waarde in ons vastenavond Sotterland. De Puitenvangers. De Puitenvangers die altijd weer een mooie wagen tevoorschijn toveren. En dit jaar hebben ze er eigenlijk overtroffen. Want het is weer wel een hele mooie wagen en een hele leuke leukgroep. Het blinkt in ieder geval aan alle kanten. Er zijn weer heel veel uurtjes in gaan zitten om dit allemaal voor elkaar te krijgen om hier door het vastenavond Sotterland heen te lopen. En het is weer heel goed gelukt. De Puit ook weer naast, zie ik wel. Die had al een hele mooie lange geschiedenis, die Puit. Voor op John, zijn trekkertje, zijn kwartje. Je kunt hem elkaar niet meer zien. Hij is helemaal ingebouwd, maar daaronder. Prachtig. Mooie wagen. 100% eigen makelarij hier in het vastenavond Sotterland. Een wagen om trots op te zijn. Met heel veel grote ronden. Oh,
nummer 6 alweer aan. Onze vaste deelnemer, Spuitelf. Spuitelf, altijd goed en nog iets confetti op de groen in. Altijd ja. Leuk. We moeten de gemeente ook aan het werk houden. Dat sowieso. Maar het is altijd inderdaad de vaste waarde. Altijd blij dat we ze weer voorbij zien komen. Een liefde confetti zo links en rechts afspuiten. Helemaal goed. En ook hier, zonder jullie hebben we eigenlijk geen optocht, hè. Stik blij dat jullie ook altijd weer meedoen. Nummer 7 aan. BC de Assibak. Het blinkt en straalt, want wij hebben de 60 jaar gehaald. Ja, gratis en voor niks. Het is een heel mooie wagen en een hele leuke lokgroep. En ik kan jullie vertellen, wat je hier voorbij ziet komen, is 100% made in Gastel. 100% hier uit het Vastenavond Sokkeland. Ze zijn zelfs ecologisch beter verantwoord als menig bouwclub. Ze bewaren van tijd tot tijd wat koppen, wat poppen. Je gaat het helemaal terugbrengen naar het geraamte en passen het aan. En daarbij, het is jammer dat het zo hard waait. Want dit is nog niet het geheel. Er was nog meer, maar ze konden dat niet bij deze wagen bijzetten. Erg jammer. Desalniettemin is het een prachtige wagen geworden. Een hele mooie wagen waar we heel erg trots op mogen zijn hier in ons Vastenavond Schotland. Dank je. Het is volwassen, het is boenen, het is spoelen, het is drogen en weer blinken. Het is een wagen echt om trots op te zijn. We zijn een paar keer geweest te kijken hier bij deze bouwploeg. Net als we bij alle bouwploegen eigenlijk geweest zijn. En om hem dan helemaal klaar zo te zien staan, het is fantastisch. Heel erg bedankt dat jullie mee willen doen hier aan onze optocht in ons Vastenavond Schotland. Als je bij ons in de wasgraad bent geweest, wassen, spoelen, schommelen, niets is te gek. Voor de schommelwagen is dit de plek. Welkom in de wasgraad, in de wasgraad, zo goed om ons heen. Zeker naar de dokter, zeg alles wat ik kan, ja. En onze lijn, ga je ervan af.
nummertje 10, Nederlander van Nest. Met de schat van Nederbaard blinkt. Oh nee, de schat van Nederbaard blinkt aan alle kanten. Ze gaan hier een schat begraven. Ze gaan er hier eentje begraven. Oh, ik zal naar de pad gaan. Ik zou zeggen, leg die trashje inderdaad overheen. De witte wachtgemot kan graven. Oh. En die blinkt inderdaad aan alle kanten. Heel veel goud hebben ze hier nog zomaar op straat liggen. En gaan ze hier zien begraven. Helemaal goed. En zo te zien is er eentje waar je niet zo heel blij is. Die moet wel meeslepen. Dat zal niet de beste zijn van het kerelspel. En hier vinden ze zelfs de schat. Kijk, leuk groep, helemaal leuk, helemaal goed gedaan, goed verzonnen. En helemaal bij de passend bij de wagen. Hartelijk bedankt dat je ook mee met deze opkomst. En dan hebben we de wagen aan. En ik denk dat ze de eigen idee alweer overtroffen hebben. De wijk die eigenlijk bekend staat om de afwerking. En als ik het zo zie, dan is er ook heel weinig waar we zouden kunnen zeggen van iemand dat gaat niet goed. De complimenten van de prins en de haak. Van de grond, met heel veel doodje maken wij een eigen helden. Elke avond drink je ons vlees. Maar je komt daar eens te veel. Want ze pakt dan niet die overal. In de zomer of de kruin aanval. Ik ben blij dat ik geen jury ben. Heel erg moeilijk gemaakt hier in Stadsmaal en Zonderland. Tot loopgroepen, tot grote wagens, en we zijn nog niet klaar.
is nog niet voorbij. Maar ook voor Negro Barbergland, we zijn hartstikke blij dat ze meedoen aan deze oplog. En dan is er nog niet alles van Negro Baba. Dit is het gedeelte dat wij er waar geworden. Dan komt er daar nog een lukgroep aan. Dat is de lukgroep van Negro Baba Plan West, nummer 11. De Negro Samba schijnt van top tot teen. Kijk, en wij zijn hier bij deze lukgroep langs West. En zijn we eens te kijken, hebben we alvast even een voorproefje gehad van hoe dat het zou zijn. Maar het ziet er nog mooier en fleuriger uit dan als dat het toen al uitgesteld was. Jij mag weer jullie schip passen. Dat is niet mijn stijl, misschien de jouwe, maar niet de mijne. Het is prachtig gemaakt. Er zijn heel veel uurtjes in gaan zitten om het zo mooi te krijgen. Maar echt prachtig. Ze gaan zelfs dat goed is nog een dansje doen. Kijk, de Ara's die trommelen hier vooraan en de dames die dansen erachter. Je zou bijna gaan denken, joh, we gaan het van de zomer nog niet over doen. Dan gaan we er een zomerkijkerval van maken. En ook voor jullie geld, we zijn heel erg blij met jullie dat jullie meedoen met deze optocht. Hartstikke bedankt. Ik moet je nog zichzelf weer. Het is een prachtige wagen. Het is een aparte constructie die ze gemaakt hebben om het huurkoop, lease, noem het wat je maar wilt, maar het is prachtig. 9 uur op weg naar de carnavalshal. Want het is tijd voor een vrijblijvend plezier. Het moet klinken, gasten heb ik er niet gezien. Doe maar een zuizier, het moet klinken. Het moet klinken, gasten heb ik er niet gezien. Ik kan niet in elke kant.
Oh.
gezet. Ja. Daar zijn we dan, hè? Daar zijn we dan. Ja. Het is zover. We staan hier op de markt. Jullie waren besmet met je virus. Ja, maar we hebben het overleefd. En we hebben het overleefd, dus ja. Dat is heel wat. En nou? Ja, nou, hè, we hebben jou in de afgelopen periode wat attributen gegeven om voor te zorgen. Is dat zo? Ja, we hebben, als het goed is, heb jij drie eentjes gekregen. Ik heb er eentje. Je hebt er eentje. Ah, dat is Ik begin er altijd met eentje. Maar wat gaan we ermee doen? Nou, wij hebben de schat mee gevonden. Ja. En als jij drie eentjes kan overhandigen. Ja. Dan krijg jij de schat en dan kan jij heel Gastel nog heel goed jagen van heel veel carnaval voorzien. Oké, dus dan zit geld in die schat. Dat denkt hij. Dat denk ik dan. Zullen we het eens proberen? Zullen we het eens gaan doen? Kom maar. Kom met die kant op. Dan hebben we hier het eerste eentje. Het eerste eentje heb ik zelf in ontvangst mogen nemen toen we langskwamen bij de bouwploeg. Dat is al een goed begin, hè? Hebben we er nog eentje als het goed is? Het tweede eentje. Het tweede eentje. Dat kwam bij ons in mijn bezit eigenlijk bij het soirée. Een soirée dat we elk jaar houden, dat ik iedereen vooruit kan nodigen, want dat is gewoon een gezellige avond. En dan hebben we er gisteravond echt eentje laten vallen. Nee, maar het eentje is gewoon zwemmen eigenlijk. Maar gelukkig, Nico is straks opgedoken. En die heeft het derde eentje. Dus deze. Ja, en dat voor een oude schat, hè? En waar mag ik hem dan tegenaan hangen? Hier aan deze kant? Kijk! Blinkende munten! Helemaal mooi! Hartstikke bedankt! En ik kan maar zeggen, jongens, er is heel veel werk ingestoken in deze auto, in deze wagen. En ik kan wel zeggen, het is het waard geweest. Ik zeg al, het is stikmooi. Ik ben hartstikke trots dat ik hier op het eerst van het vastenavond Zotterland mag zijn. Als er zo'n optocht voorbij komt, ik kan maar één ding doen. En dat is mijn steek heel even afnemen. Want dit is voor het hele vastenavond Zotterland een heel groot compliment. Vooral ook op die mannen die er op die wagen staan er bovenin. Dat zijn er die er heel veel tijd in hebben gestoken. Ons maakt boven de wolken te graven. Het is volgens de legende dat zij de verborgen schatten van het slot Grimhuis hebben waren. Maar als de schat ontdekt en meegenomen wordt, zal de graaf vinden. Door de wolken heen komen om angst te zaaien onder de gasten. Dit is dan veilig. De gasten zijn en alles wat er ligt zal dan gestolen worden. Zacht die gegeven moest gaan, al hoe is hij heel lang. Ik kom uit Lauders, de mooie
dit is niet de minste. Maar ik ben blij dat ik geen jury ben. Er is hier een fantastische omroep langs jullie voorbij getrokken. En zoals ik al zei, ik ben stiktrots dat we zoiets hier in ons vasteland van Zonderland mogen meemaken. Ik zou zeggen, jury, heel veel succes. Ik zou zeggen, we moeten straks allemaal naar de prijsuitreiking. Vanavond voor hier in de tent. En dan zien we elkaar dan. En dan hoop ik dat we vandaag heel deze carnaval nog heel vaak tegemoet mogen zien. En dan hebben we er een heel mooi feest van maken. Maar dat zal er goed komen, denk ik. Iedereen bedankt! Dankjewel allemaal. Dit was echt een optocht. Met vrienden aan de kanten. Tot volgend jaar. En wat voor motto we dan hebben, dat zien we dinsdagavond weer. Houdoe en bedankt!